Yo, what up? Vandaag zijn we in Gym XL. We hebben net ongeveer 3 uur lang hard getraind, dus nu gaan we een Q&A opnemen. We hebben op Instagram gevraagd of jullie vragen hadden voor ons. Hoeveel vragen hebben we? We hebben 100 nog wat vragen gehad en we gaan de meeste ervan even proberen te beantwoorden. Okay. Ik ken heel veel dezelfde vragen over wie het beste is in freerun en blablabla. Bla, bla, dus dan krijgt gewoon eentje van jullie de fame van... Hé, jij krijgt zeg maar hier een balkje en daarin staat jouw naam en... Ja. Hé, daar zit een vrouw met een hond en ze lacht ons uit omdat we tegen de camera praten. Hoi mevrouw! Let's start with the first question. Oké, de eerste vraag is van Protected22. En de vraag is, hoe oud waren jullie toen jullie begonnen met freerunnen? Ja, ik weet dat dus niet meer. Dat is echt heel dom. Maar ik was of... Ik zat of in de eerste of in de tweede. Dus dat is 13, 14 ongeveer, ja. Zoiets. Maar het eerste jaar heb ik eigenlijk helemaal niks gedaan. Toen zat ik hier op Gym XL en toen vond ik het leuk om in de blokkenbak te liggen. Dus daarvoor heb ik een jaar lang op freerunnen gezeten. En daarna ben ik wel serieus gaan trainen. Mm-hmm. Maar ik heb altijd een beetje dat ik zeg maar in vlaag van dan train ik heel veel en dan denk van wel ja, leuk. Dat heb ik ook. Ik begon toen ik 13 was. Sorry, die koekjes leiden me heel erg af. Maar ja. Ik begon toen ik 13 was met mijn eerste salto's doen. Nee, toen ik 10 was zag ik een filmpje op YouTube van freerunning. En ik vond het zo vet dat ik het ook probeerde te doen. Dus ik trok altijd heel veel dikke jassen aan. Want ik durfde nog geen salto. En dan deed ik mijn eerste salto. Doe je dat? Ja. Waarom leg je niet gewoon een matras neer? Nee, maar gewoon op het zand, hè. Oh, dan denk je gewoon, ik doe heel veel dikke jassen aan. Dan val ik minder hard. Ja, want mijn vrienden en ik wilden dat ze maar doen. Dus ik trok echt van die dikke jassen aan. En ik, nu vallen we sowieso zacht. En toen deed ik het nog niet. Maar... Er zit wel wat in. Ja, toch? Ja. En toen ik 13 was, begon ik echt met... Echt die hard freerunnen, zeg maar. Gio hier vraagt, als jullie niet aan freerunnen deden, wat zouden jullie dan nu doen? Ik zou eigenlijk niet weten wat ik aan het doen zou zijn. Ik denk dat ik nu aan het gamen zou zijn. Of aan het huilen over hoe slecht mijn leven was. Nee. Ik denk dat ik gewoon aan het chillen was met mijn vrienden en aan het voetballen zou zijn. Of zo. Ja, weet je wat ik zou wel sporten. Ja, ik hou ook van sporten. Maar ik vind elke sport saai, behalve freerunnen. Ja, omdat freerunnen is gewoon, daar kan je jezelf altijd in ontwikkelen. Ja. Je hebt nooit iets van nu houdt het op. Ja, maar zeg maar, een backflip, een cork is heel anders. En voetbal is altijd tegen een bal aantrappen. Ja, daardoor heb ik altijd... netje. Ja, bal in de netje in en je bent klaar. Dus daarom vind ik dat een beetje saai of zo. En ik heb 7 jaar getennist en toen bedacht ik van, dit is heel kut. Maar daarom zou ik echt niet weten wat ik nu doe. Dan denk ik capoeira of zo, zoiets. Ja. Zeg maar, ook freerunnen. Nooit gelijk zijn. Ja. Volgende vraag is van Remo Skilt en hij vraagt of we ooit iets gebroken hebben met freerunning. Mijn hart. Nee, ik niet. Dat gaat kloppen. Ik heb ook nooit wat gebroken, wel heel veel gekneusd. En zelfs mijn tenen is nu gekneusd. Ja. Nee, ik heb inderdaad wel eens, dat staat helaas niet op film, maar toen deed ik een frontflip van een muurtje af. En mijn been bleef hangen, zeg maar, ik websterde hem. Dus dan doe je zeg maar één been zo, die kick je zo in. En dan doe je frontflip. En die bleef hangen. Waardoor ik gewoon headfirst naar beneden de steen in ging. En toen ving ik me zo op. En toen had ik allebei mijn polsen zwaar gekneusd en eentje bijna gebroken. En toen kon ik ze 3 dagen niet bewegen. En toen was ik fucked up, want ik had examens. En ja. Dat is wel kut. De volgende vraag is van Guido Mulder. Wat is je favoriete trampolinepark? Nou, geen. Ik ben niet zo erg fan van trampolineparks, maar parks. Als ik er één moet kiezen is het wel Jumping Jack, omdat het zeg maar, het heeft veel verschillende trampolines en een freerun gedeelte. Dus je hebt zeg maar veel meer diversiteit in wat je kan doen. En andere trampolineparken zoals Jump Square, zeg maar, nou ja, eigenlijk elke, hebben gewoon alleen maar grote trampoline, kleine trampoline en dat is het. Ik voor Jump Square, want ik werk er, dus ik ben het verplicht. Trampolineparks zijn gewoon, daar word je heel veel lui van, weet je wel. Dan spring je in een trampoline en denk je, oh dat is heel makkelijk. En dan doe je het buiten en dan kan je het weer niet. Omdat het dan niet zo makkelijk is, ga je weer in een trampolinepark en dan wordt het saai en blablabla. Ja, dat is het wel. Je ziet ook heel vaak dat zeg maar, van die trampolinekindjes die dan quad backflips op tuintrampoline gooien. Ja. En dan hebben ze moeite met een enkele backflip op de grond. Ja, omdat ze gewoon zo lui zijn geworden eigenlijk. Dat ze weten hoe ze kracht uit de trampoline moeten halen, maar niet uit hun benen. Ja, en precies. Dat is het nare van een trampolinepark. We gingen echt veel te ver door op deze vraag. Ja, dat maakt niet uit. Oké, Benno1T vraagt, hebben jullie wel eens dronken flips gedaan? Ik wel, ik drink wel, Bo niet. Nooit doen jongens, niet beginnen. Nee. Kijk naar zijn kop, dat wil je niet. Het wordt alleen maar slechter van. Nee, ik heb wel eens dronken flips gedaan. Het is heel vaak dan, zeg maar, mensen weten dat ik freerun en dan ben ik op een feestje en Boas, doe een backflip! En ik zo, oké, en dan doe ik een backflip. Dus ja, het is er nog nooit fout gegaan. Ik ben ook wel zeg maar nog zo slim dat ik denk van,
Ik ga geen ik heb wat gedronken. Ik ga geen dubbel korks gooien. Want ik ken ook al mensen die dan denken van, ik ben dronken. Ik kan geen dubbel kork. Maar nu vast wel. En nou ja, dan vallen ze. Dinan Boor vraagt, ben je maagd? Nou, ik ben zelf, ben ik ram, zeg maar. Maar ik weet niet wat hij is. Ik weet eigenlijk niet welk sterrenbeeld ik ben. Ik heb zeg maar, ik ben op 21 december jarig. En dat is altijd ertussen. En het verschilt nog. Het is zeg maar, het verschilt wel eens bij welke dingen je kijkt. Want ik ben volgens mij, soms ben ik een ram. Of een bok, steenbok, iets, zeg maar, iets in die dieren. Gewoon een schaapachtige ben ik. Je bent speciaal. Kijk maar naar mijn haar. Ik ben een schaap. Oké. Wil ik even voorlezen. De eerste die ik lees. Haha, hoe kom je zo lelijk? Ja, dat is Rutger, een vriend van me. Die houdt heel erg veel van me. Rutger, ik hou ook van jou. Love you, baby. Hoe kun je goed worden zonder, op, zonder onder vrierunnen te zitten? Wat? Nee, wacht. Hoe kun je goed worden zonder onder vrierunnen te zitten? Aardappelwoensdag. Next question. Jip Brinkman vraagt, hoe lang heeft het geduurd om double back of frontflip te leren? Ja. Brinkman. Brinkman. Oké, okay, voor mij was het eigenlijk... Ik kan nog geen double front. Around me are familiar faces, worn out. Voor mij was het eigenlijk zeg maar zo dat ik het niet kan. Dus ik ga hier niet op antwoorden. Double backflip. Gewoon... Ik kon backflips gewoon goed. En toen zei iemand gewoon een keer, hey, spring hoger en hou vast. Dus ik sprong hoger en ik hield vast. En toen had ik dubbel backflip. Toen ik 10 was ook, zat ik heel veel op turnen. En mijn trainer zei, oké, je kan het proberen. Dus ik probeerde het en ik kom vol zo headfirst in die foam pit. En mijn beentjes zaten zo omhoog. Maar daarna deed ik het wel beter. Ik zie het ook echt voor me gewoon. Dat je ja, zo erin stukt en dan... Dubbel front, dat is gewoon doordraaien. En dat is niet echt. Jacob 17pk vraagt, hoe oud was je toen je 12 was? Toen ik 12 was. Hoe oud was jij toen jij 12 was? Woensdag volgens mij. Nee, ik zag het. Oh, ik heb ook een leuke vraag. Wie is de beste op de grond? Rutger 030 of Boas _O? Nou, tussen Rutger en mij zit denk ik. Ja, Rutger is sowieso. Power moves, man. Hij gooit wel gewoon bijna een dubbel kork flat, hè? Ja, ja. Maar eerlijk, dat is wel ziek. Bijna wel, ja. Tussen Rutger en mij, zeg maar. Rutger en ik? Nee. Rutger en mij. Ja. Rutger en mij, ja. Ja. Ik heb MBO, hè. Ja, maar tussen Rutger en mij zijn maar niet zo heel eerlijk, denk ik. Aangezien ik al veel meer op de grond heb geoefend. Rutger kan eigenlijk alleen maar een side flip. En dat is dus het enige wat ik niet kan. Dus ja, op zich. Hij kan wat, alles wat ik niet kan. En ik kan alles wat hij niet kan. Niels Govers, I don't know. Liever rijk zonder vrieren of arm met vrieren? Arm met vrieren, dan ben ik al. Ik ben ook best keer. Wat, waarom zou je heel veel geld willen hebben? Ik vind het prima als ik maar gewoon zeg maar... Kan eten, kan slapen en... Kan vrieren. Kan schijten. Ja, ja vrieren. Maar ja, trouwens, als je ons op Instagram of Snapchat of zo wil volgen... Instagram staat allemaal in de beschrijving. Je kan ons volgen op Instagram. Dit is die van mij, dit is die van Bo. En je kan mij op Snapchat volgen als je wil. Ik post niet heel vaak dingen, maar als je dat wil, dan kan je mij ook een bericht sturen. Gewoon zo. En dat is BoasVB, staat hier. Volgende vraag is van Leni.ksb. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen als groep? Dat is echt heel ingewikkeld. Dat is helemaal niet ingewikkeld. Nee, het is wel ingewikkeld. Oké, wacht. Ik ga. Jij weet de voorgeschiedenis niet daarvan. Ik en Mees, die vrienden al heel lang en zo. We hadden nog geen team. Toen kwamen we twee jongens tegen. En die wilden we gewoon, ja, we wilden gewoon een team mee beginnen. Dus dat deden we. Gingen al een beetje shirts denken, Instagram account aanmaken en dat soort dingen. Zelfs wat we nu doen eigenlijk. Precies, maar die andere twee jongens hadden geen zin meer in en zo. Die kwamen vaak met opdagen. Dus dan stopten we zeg maar met het team. Toen kwamen we in contact met Quinn. En gingen we een video opmaken in Amersfoort. Video opmaken. Dude, what the fuck? Video opnemen in Amersfoort. En toen kwamen we deze kerel tegen. Ja, want ik zat heel no life Pokémon Go te spelen. Ja, inderdaad. Ja, oké, okay, daar moet ik me even voor... Verontschuldigen. Ik was aan het werk in Zeeland. Ik gaf surfles, maar er waren geen golven. Ik kwam naar Amersfoort, want daar woon ik, zeg maar. En iedereen die ik kende was Pokémon Go aan het spelen. Dus toen ging ik ook maar Nola Pokémon Go spelen. Met iedereen gewoon een beetje chill, wat drinken bij de AIM, zeg maar, waar we toen zaten. Want daar zaten goede Pokémons en lekker weer. Ik zat gewoon te chillen. En toen kwam een vriend van mij.
Hey, ik was net boter aan het kopen in de supermarkt. En ik kwam freerunners tegen. Ja, dat was Jendor, toch? Ja, Jendor. Maar het was echt... Ja, ik was boter aan het kopen en nu heb ik freerunners gevonden. Oké. En ja, toen kwamen zij dus zeg maar waar, ongeveer waar ik was. En toen ging ik mee freerunnen. En toen gingen ze naar mijn huis. Gingen we bij mij op de trampoline een beetje kloten. Dat is ook de tweede freerun-video van Quinn, volgens mij. Oh ja, dus dat was eigenlijk ook de eerste keer dat ik ze had ontmoet. En dat was vakantie, dus toen was ik de volgende dag volgens mij naar Zeist gekomen, ja. Gelijk. En de dag daarna volgens mij weer. Of toen waren jullie... Ik weet nog dat we toen echt heel ja, veel... Ja, we gingen hele switchen, zo Zeist, Amersfoort, Zeist, ja, Amersfoort. Maar toen die hele week waren we eigenlijk met z'n allen gewoon aan het trainen. Ja, en toen was het zo van... Hey, wil je bij ons in het team komen? Oké, de camera was even uitgevallen, maar we are back. Hallo meneer. Ja, twee oude mensen kijken ons heel raar aan. Kijk die hond, hoe sloop die loopt. Ik zie het. Zeg het nou niet. Ik kan op een lach nog geen houden. Ik kan gewoon niet. Het is een... Blup, 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 blup. Rustig. Gaan we zo lopen. Maar... Rustig, G. Rustig. Rustig. Oké, okay, maar Rutger die voetbalde heel veel, trainde heel veel en kwam nooit opdagen bij een training eigenlijk. Oh my god. Dat zet je wel in. Dat deed ik expres. Nee, eigenlijk niet, maar... Ik wilde gewoon aanschuiven, maar... Holy crap. Oké, okay. Gijs 078. Laagstreepje. Wat is de engste plek waar je ooit hebt gefrierend? Verlaten ziekenhuis, denk ik. We hebben hier in Amersfoort hebben een verlaten ziekenhuis, bovenop de berg. En dat is echt... Bovenop die berg. Oké, maar bovenop... Oké, maar nee, niet gaan zingen, hou je mond. Oké, maar daar, dat is echt een heel groot ziekenhuis. Eindelijk. En het is een beetje vervallen omdat er allemaal dieven in waren geweest om koper eruit te halen en zo. En alle muren waren kapot. En toen kwam ik daar in een soort kelder voor alle medicijnen met allemaal zieke fabrieksdingen en kookpannen en weet ik wat allemaal. En dat, het was heel vet. Ik zou er zo nog een keer heen willen, maar het is toch wel een beetje creepy. Want het was veel beveiliging. Ja, en nu is er heel veel beveiliging, nu hangen de camera's en zo, dus nu kunnen we er helaas niet meer in. Ik kan denk ik wel één clip vinden van daar, dus die zet ik nu in. De engste plek waar ik heb gefrierend, ik heb dat niet echt heel... In je moeders bed. Oh. Denk van de video van gewoon vrieren in het verlaten gebouw. Dat was voor mij eigenlijk het engste. Deze is leuk. Ja, ja. Jochem 0227. Hoe zou je heten als je een meisje was? Oh, ik zou Lieve heten. Ik zou Bolientje heten. Bolientje? Nee, ik weet niet. Volgens mij zou ik Noah heten. Oh, ik wou het zeggen Nee, mijn moeder of zo. Iemand noemde mij in mijn familie altijd Boalientje. Dat was zeg maar mijn... Koosnaam. Nou, nee, niet mijn koosnaam, zeg maar om me te pesten van, hey, ben een meisje, Boalientje, Gewoon Shelby. Hebben jullie een vriendin? Wij zijn homo, eigenlijk. Gewoon. Ik heb zweet al. Ja. Ik heb geen vriendin. Ik wel. Ik heb er gewoon volgens mij geen tijd voor zelfs. Want ik heb eigenlijk nu, zeg maar, als ik zo kijk, ja, dan zou ze tussen 3:30 en 5:30 s'nachts op vrijdagavond langs kunnen komen, want dat heb ik vrij, zeg maar. Fair enough. Dus als je nog vrijgezel bent en je bent tussen 3:30 en 6:00 op vrijdagavond vrij. Boven de 16 jaar. Ik heb ze maar hier beneden een linkje staan, dan kan je inschrijven. Inschrijven. Maar ik ben wel single, dus bel me. Originele vraag, dankjewel. Frierun Team Hezen. Wie is je lievelingsfrierunner? Oeh, die vind ik lastig. Voor mij is het echt Jason Paul. Voor mij Pasha, denk ik. Omdat Pasha heel creatief is en omdat ik dat niet ben. Maar het is gewoon jaloezie eigenlijk. Nee, voor mij is het echt Jason Paul, want hij, jongen, hij heeft echt, echt een mooie stijl qua freerunnen. En hij is ook gewoon een toffe gast. Het lijkt me ook echt leuk om gewoon een weekend met hem te freerunnen ofzo. 030 Marloes vraagt, wat is je grootste blunder ooit? Ja. Mijn blunder kwam door Mees. Luister, we waren zeg maar jong en speels. Dus wij... Dat klinkt zo raar. Ja, daarom, want het is ook raar. Weet je waarom? Het is heel raar. Gelukkig ging ze maar op gymveld, weet je wel. En dat is zeg maar tegenover onze school lokale dingen. Dus iedereen kon zien. En we trokken elkaar zijn broek naar beneden, weet je wel. Om gewoon iemand te plagen, weet je wel. Dus het meeste deed het bij mij, maar hij trok vol mijn onderbroek beneden. Dus ik stond daar gewoon echt gewoon bloot op dat gymveld. En ik
Dus echt, ik dacht echt, jongen, ik heb dit nooit gehoord. Nee, maar echt, dat was echt niet leuk. En ik ga hem terugpakken. Oh. In New York tegen een glazen deur aanlopen, midden in de drukke winkelstraat. Jezus, deze naam. Nou, ik ga deze naam niet uitspreken. Hij staat gewoon lekker onderin, ik ben lui. Oh, die, ik zag een 20. Hebben jullie huisdieren? Heb jij een huisdier? Ja, Bo. Nee. Nou, ik heb, ja, ik heb een kat, maar mijn kat houdt niet zo heel erg van mij. Want, nou, hij houdt niet zo heel erg van mensen. Het is altijd zeg maar, kom je aanlopen, ligt hij op de bank. En dan ga je ernaast zitten, staat hij op, gaat hij een meter verder op de bank liggen. En dan schuif je naar hem toe, dat is, weet je wel, hij moet net altijd... Net als je ouders. Ja, eigenlijk wel. Maar, oh, het komt doordat ik stink. Ja. Hoe snap ik hem? Ik heb een hele stoere hond. Chihuahua. En, dit is, ja, Chihuahua. En hij is ongeveer zo groot, voor mensen die niet weten wat Chihuahua is. Het is eigenlijk gewoon een kat, maar met eigenschap van een hond. Dus eigenlijk kan hij niks. Nee, het is wel een lief beest, hoor. Maar hij is gewoon lui ook, eigenlijk. En klein. En kaal. Vooral klein. En kaal. Want ja. Hij heeft iets op zijn rug. Maar nee, hij heeft juist niks op zijn rug. Jawel. Nee, want hij heeft huidschilfers op zijn rug. Ja, okay. Die tellen mee, hè. Je moet de huidschilfers niet vergeten. Ze zijn heel belangrijk in de maatschappij. Brut. Bruvidi, puvidi. Kom maar zitten, Pik. Wat? Want wil ik ook het water? Nee, kuppensoep, maar... Oh, Peter maakt het ook voor mij. Vraag... De laatste alweer. We hebben trouwens even kuppensoep gemaakt ondertussen. De laatste vraag is van Sam.v.d.h. Van der Haar. Van der Haar. Van der Haar. Hoe lang deden jullie erover om een backflip dat op de grond tussen haakjes flat, want wij weten natuurlijk niet wat flat is. Huh? Flat gewoon, toch? Van een flatgebouw, ja, dat kon ik al heel lang. Ja, dat kon mij een keer, dat was ik dood terug in de mist. In ieder geval, hoe lang deed je erover om een backflip flat te doen? Hoe lang deed je erover? Ja, nou, bij mij, zeg maar, wat ik dus al vertelde, ik heb eerst een jaar gefreerd om in de blokkenbak te liggen. Dus, bij mij 2 jaar. Maar zeg maar 1 jaar vanaf dat ik er echt ging. Ik weet mijn eerste keer nog. Dat klinkt raar. Maar ja, ik bedoel... Waarvan? Van backflip? Van een backflip. Of van frontflip? Van een backflip. Oké. Okay. Het was echt heel grappig, want ik zei dus tegen mijn vrienden die ik had toen... Die zei, ik zei ze van, ja, ik kan een backflip op de grond. Kon ik helemaal niet, maar dat was gewoon om stuur te doen. Maar zij zeiden dus van, ja, doe het. Dus ik zei, fuck, moet ik het ook doen? Dus ik zat in de gymzaal, zeg maar, van school. En daar gaan we matten. En ik zag zo'n meisje lopen en ik dacht echt, oh, zij is zo knap, ouwe. Daar wil ik het voor doen. Dus toen probeerde ik het gewoon, ik landde op mijn knieën. En ik dacht echt, oh, ik heb het gedaan. Dus ik was zo blij. En al mijn vrienden zeiden, oh, nice. Ik zei van, ik wil echt bijna zeggen, oh, dat was mijn eerste keer dat ik dat heb gedaan. Maar dat zei eigenlijk niet, dus van, yo, nice toch. Daarna, het was trouwens mijn Arabier ervoor. Dat deed ik eerder dan gewoon uit stand. Dus dat ik niet. Het. Ik kon Arabier backflip, duurde mij zo lang voordat ik dat kon. Ik deed er dus ongeveer een dag over. Oh ja, en er vragen ook heel veel mensen naar deze shirts. Ja. Deze shirts krijgen we heel veel vragen over of je ze kan kopen. We willen ze eigenlijk nog niet echt, zeg maar, in een webshop gaan maken. Maar we willen wel voor de... Mensen die ze echt heel graag willen, willen er een paar beschikbaar stellen. Dus hoeveel doen we er? 20? 20 laten maken, of nou, laten we maken naar jullie maat. Dus wij, deze shirts met dat op de rug, zeg maar, we passen het nog ietsjes aan dat het iets mooier wordt. Maar wel met dezelfde tekst en layout. Als jij dit graag wil, moet je even naar ons Instagram gaan. Daar ons een DM sturen met je maat. En welke kleur je wil. Je kan dus kiezen tussen zwart of rood. Dus deze kleuren. Voor kinderen hebben we helaas geen, zeg maar, lange t-shirts zoals wij ze dragen. Omdat het dan een beetje jurkjes worden. Dus jullie krijgen dan gewone t-shirts. Maar wel met dezelfde layout. Als je dingen hebt doorgestuurd. Kiezen we er 20 uit die de shirts krijgen. Nou, kopen. Dan verdere informatie over hoe je het gaat kopen. En hoe je ze binnenkrijgt. Dat kan je dan, krijg je later dan. Ons Instagram is trouwens Team Tentum, staat hier. Ja, het is gewoon Team Tentum, YouTube kanaal is Team Tentum, Instagram ook. En ons privé DM heeft niet zoveel zin, want we kijken alleen maar bij die van, van Team Tentum voor de winnaar. Dat jullie dat weten, want we kregen er best veel vragen over. Zo. Oh ja, en camera gear. We vloggen met een Lumix G7 met een 7 tot 14 mm lens en een Rode Raikoon mic. Heel veel mensen vragen erom, dus ik dacht ik antwoord even snel. En een kapotte tripod. Ja, en een kapotte tripod. Hij valt de hele tijd om. Maar dit waren dus alle vragen. Bedankt voor het kijken. Vergeet even niet te liken, abonneren en alles wat je kan doen hier. Zeg maar, probeer alle knopjes die hier staan even uit. Dan weet je vanzelf wat het is. Of het vlaggetje, want dan gaat onze video weg. Dat zou heel kut zijn. Ja, doe dat maar. Oh, en de dislike knop hoef je ook niet uit te proberen. Of, nee wacht, ik weet het lukt. Doe eerst de dislike knop en dan de like knop.
En kijken waar die op gaat staan. Oké, maar vergeet dus even niet te liken, abonneren. En alles, als je nog vrienden video's van ons wil zien, zeg maar, kan je daar klikken. Als je nog ideeën hebt voor ons om een video te maken en je denkt van echt dat moet ze echt doen, dan kan je dat ook even in de reacties zetten. En dan gaan wij dat misschien wel doen. Ja, dat is dus eigenlijk onze vraag aan jullie. Ja. Oké, nou dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Oh ja, en trouwens, we doen niet heel vaak geen vrienden video's hoor, maar dit wordt even gewoon voor een keertje leuk. Oké, doei. Woop.